alleen maar vooruit. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, er komt natuurlijk een moment, er komt een jaar dat we achteruit gaan, want het kan niet blijven stijgen. Maar het is wel jammer dat het bij de derde editie al is. Ja, dat kan. Ik zal het eindstand bekendmaken zoals hij nu staat, maar ik ga ervan uit dat dit een voorlopige eindstand is. We zitten op 6.540 euro en 25 cent. Dan mogen jullie inderdaad een fantastisch applaus voor jezelf geven. Dank jullie wel! Maar Niels, het is geen rond bedrag. Het is sowieso geen rond bedrag. En in dit geval kan ik er een kwartje aftrekken. Dat is wel een rond bedrag, maar ja, ik trek nooit ergens iets vanaf. Ik tel er altijd maar bij. Wij willen iets meer. Wij willen richting de 7.000 euro. En dat gaat niet lukken, dat weet ik ook. Maar John, ik heb net even overlegd. Ik leg er 50 euro bij. John legt er 50 euro bij. Ik ga even naar Patrice kijken. Ja, Patrice, ja, kan dat? Ja, dat okay. Kan. We leggen er allebei 50 euro bij. Zitten we op 66,40. Stiftje naar de broek zeg. Hij verbetert dat gelijk allemaal. Een beetje tuffer op en dan... Nou, ik denk als ik hem terug in die dop steek en ik steek hem even in mijn gezicht in mijn honger. 66,40. Eigenlijk 360 euro te gaan. En dat gaan we niet redden, maar ik daag jullie wel uit om in kleine stapjes, met een tientje. Niels, TMK, Stinio. Hoeveel? 50 euro. 50 euro. Hopsa. Hey mensen, is dat een initiatief of is dat geen initiatief? 66,90 zit hier. 66. Wie maakt er op te beginnen 6700 euro van? Wie maakt er 6700 euro van? Wie heeft er even 4 muntjes in de zak voor 6700 euro? Ik zie hier mensen aankomen, Niels. Okay. Loop even naar Niels toe, dat Niels kan er gelijk bij houden. Ik hoop niet, Niels. Dan kan het gelijk uitrekenen. Ja, ik kan het gelijk uitrekenen. Oh, dit gaat fout, want dan zit ik boven. Dan zit ik erboven. Ik weet alleen maar hoe de telefoon hebben, jullie mensen in Niels weten alles van je. Even kijken. Links even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is 40 euro. Dan zit ik op 67. Ik ga het gelijk op kijken. 40. En hij zou zijn eigen niet druk maken de laatste tijd. Sorry? Doe zelf even zeggen in de microfoon, jongen. Oké. Okay. Glaszetbedrijf van Ceters. 100 euro. Ik denk dat ik geluk nodig heb, maar ja. Ik denk dat ik geluk nodig heb. Alumin, 100 euro. Dus dan is 900 opgeschreven, deze 100 nog niet. Dat is 200. Dat is 67,30. Dat is 69,30. Dat is doe ik goed. 69,30 zie ik als staan voor mij, maar. 69,40. 69,40. Daar komen we 60 euro tekort. Komen de 60 euro tekort. Wat hebben we mooi rond de dag? Dan zijn we bijna zelf op 7000 euro nota bene. Oh. Wie? Ik durf er? Ik zie het als heel best aan. Wie durft er? Ja, 60 euro. 60 euro. 60 euro. Wat moet je hebben? Ja, oké. Die Ottawa was al geteld. Dat zit op 7000 euro. Dat is natuurlijk fantastisch, want we zaten vorig jaar met onze eindstand op 7000 euro. Dus dit is natuurlijk geweldig. Erik Stassen. Ja, hij komt er al aan. Wat een kwartje van zitten. Wat een kwartje van zitten. Oh, het is 7010 euro nou. Niels, dat is geen rondbedrag. Nee, we stoppen ermee mensen. Dit was een beetje, ik wil echt niet, ik sta al zo bekend dat ik ga schooien. Ik ga een keer stoppen. Wat ik weet, we zaten nou op 7000 euro, we hadden 7000 euro even staan. En we hebben natuurlijk een fantastische gastheer. En we hebben een fantastische gastvrouw. Dat zijn Tom en Marja van der Maden. En die waarderen A wat John Link doen, die waarderen A wat de EHBO doen. En die hebben een warm hart voor de mensen in de Prinsenpolderstraat. En die hebben net tegen mij gezegd, wij doen er 1200 euro bij in het potje.
Ja, ik ga, doe eerst maar even verschrikkelijk klappen. En dat betekent dat de eindstand, en dat moet ik zeggen, ja, dat doe ik toch wel wat. Dan zit er toch weer zo'n 1000 euro, ruim 1000 euro, boven vorig jaar met een fantastisch eindbedrag van 8200 euro! Mensen van de EHBO, mensen van de Britse Bondsdag, kom erbij! Kom erbij om deze check heel vaak te nemen. EHBO, Stuyvesant, EHBO Benares, bewoners van de Prins Bolstraat. Kom erbij. Tom en Maria, kom erbij. John, kom erbij. Dit is natuurlijk een fantastisch resultaat. Dankzij jullie allemaal, de bezoekers van 4 dagen, top 2000 malen. Echt mensen, dit is... Ja, het is briljant. Dit is briljant. Kom erbij, man. Dit is ook niet klaar te zien, hè. Die foto heeft hier weer nou. Ja, we houden even samen vast, joh. €8200 mensen. Helemaal super. Ik ga even hyperpipoera doen. En bij de derde hyperpipoera gaan we er een wat doen. Ik zeg mensen. Mensen, wat fantastisch is dit. En hier staan mensen om me heen inmiddels die dat meer dan dik verdienen. Ik heb het al eerder gezegd.